Mensen, ik heb een vraagje voor jullie. Als jullie nou deze controller willen kopen, laat het even achter in de comments, want ik heb geen geld meer. Ik heb nog 18.000 coins op mijn account. 18.000, what the fuck? Ik heb alles uitgegeven aan Team of the Year. Nee, dat is niet waar. Nee, geen zorgen. Ik heb een team gekocht en met dat team ben ik FIFA fantastisch. En ik ga het team zo laten zien, maar voordat ik het team laat zien, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En abonneer op mijn kanaal, doe het even. Abonneer hier beneden, hier zo. Ik heb dus gehoord, als je op het belletje klikt, dat je dan over 5 seconden echt zo'n pingetje hoort. Hier, oké, over 5 seconden belletje drukken. 5, 4, 3, 2, 1. Prank! Hoorde je hem? Ja, ik ook. In ieder geval mensen, op centerback heb ik nu al minder dan Kickboe. Nee, Kickboe is een van mijn wissels. Mijn team is nog een beetje hetzelfde als het eerst was, maar ik heb zeer veel aanpassingen gedaan. Nou, dat is echt raar dat ik dit zeg. In ieder geval op goal nu al minder dan Courtois. Ik heb 104.000 coins voor hem betaald. Hij is nu 60k. Dat is toch bijna de helft. Pro trader Koen. Op rechtsback heb ik nog steeds Lala. Ik zat er dus nog steeds aan het denken om die Trent Alexander-Arnold te kopen. Maar ja, dit zijn mijn coins. 18.000. En die Alexander-Arnold is 420k. What the fuck? Dan heb ik Blank nog steeds. Die had ik natuurlijk al. Weten jullie? Ja, gewoon goed. Heb ik Ramos gekocht. Linksback heb ik nog steeds Marcelo. Rechts mid. Ja, oftewel links buiten zet ik hem altijd. Of links mid in de 4-2-3-1. Heb ik Mbappé. Dan heb ik normale Neymar. En dat heeft een reden. Want ik heb nu dus nog 4 spelers. Als eerste is dat Petit. Dat is mijn eerste center mid. Die hier natuurlijk op cam staat. Maar die wissel ik om in de game. Ik heb geen idee waarom ik hem zo goed vind. Maar ik vind hem echt goed. Dan als tweede center mid hebben we niemand minder dan Vieira. Ik vind hem echt schijt. Ik vind hem echt fucking slecht. Op cam hebben we dan niemand minder dan Griezmann in vorm. Echt, wat een kaart. En dan de speler waar het allemaal onderuit. In de spits niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Yes! En wat een stats heeft die 40 wedstrijden, 47 goals, 18 assists. Dat is toch wereld. Dus dit is mijn team. En het ziet er zo uit in game. Zo speel ik dus, zeg maar, als ik een potje speel. Ik word dan helemaal gek. Linksboven. Waarom gaat dat niet weg? Fuile glitch, vuil stinkspel. Dus zo ziet mijn team eruit. En laten we maar een klein potje gaan spelen om te laten zien hoe goed het team is. Oké, let's do this. Let's play this age game. Ik weet niet wat het is, maar sinds hoe lang? Sinds 3 weken. FIFA, ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar het speelt zo anders. Hij heeft wel een aardig team. Natuurlijk niet zo goed als mijn team, maar wel aardig. Damian. Hey Damian, als je deze video kijkt, doe even een duimpje omhoog. Ik heb trouwens helemaal niet gezegd hoe duur mijn team was. Ik heb ook echt geen flauw idee. Maar op dit moment staat er in beeld hoe duur mijn team is. Jezus, zo duur. What the fuck, daar had ik gewoon heel veel van kunnen kopen. Deze tegenstander is trouwens niet slecht, zie ik nu. Maar het maakt niet uit, ik ga wel winnen. Lala, heerlijk, beast. Kan niet wachten op Lala team of the season. Weg, goed. Oké, ik sta aardig onder druk. Dat maakt voor de rest natuurlijk niks uit. Want het gaat erom of je de wedstrijd wint. En dat ga ik doen. Jezus, wat slecht. Oh, dit team is al niet normaal slecht, jongen. Oh, en die Vieira zit echt overal naast. Hallo, je bent 2 bij 6 miljoen. Dan moet je de bal gewoon pakken zonder dat ik iets doe. Jij moet gewoon automatisch de bal pakken. Je bent 2,6 miljoen. Oh, Rabona, get wrecked. Ja, ik kwam verder niet doorheen of zo, maar wel leuk. Ja, daar gaat Ronaldo. Hij legt hem af. Ik leg hem terug af. Wat de fuck doe ik? Waarom ben ik zo? Ik haat mijn leven. Jezus, Koen. Sla je hoofd kapot in een steen of zo. Voor de mensen die zich afvragen, Koen. In je titel staat dat je nu op straat woont. Maar je bent dan wel in je setup. Ja, nee. Ik moet mijn setup meenemen naar de brug waar ik onder woon. Dat was wel weer vriendelijk van de Belastingdienst. Belastingdienst, dankjewel. Ik heb trouwens allemaal custom tactics van. Mijn naam is Matthijs Stas en ik ben professioneel gamer. Besef, ik heb pas 1 schot op goal. 1 schot. What the fuck? Koen, step your game. Auw. Oh, was ik ook maar gewoon een professioneel gamer. Doe even. Griezmann, tramp hem. Doe de scheids. Waarom mag dit? Waarom? Waarom ben je hier? Ga naar huis, man. Goezeboejoek. Nee. Opstaan. Kijk. En een voetbalcontact. Ah, klote. Nog goede bal ook. Ja, kut. Professioneel gamen. Niet eens goed getimed. Op MLP. Hoppa, ook niet goed getimed. 1-1. Lekker dan. Ja, Damian, daar ga je, hè. Daar ga je dan, hè, Damian. Heerlijk goaltje. 1-1. Oh, maar die pauper slaat dan erin. Daar word ik toch niet goed van. Ik heb waarschijnlijk nu 95% van mijn subs beledigd. Aangezien jullie waarschijnlijk allemaal slaat dan gedaan hebben. Ja, ik baal gewoon dat ik het niet gedaan heb, oké. Wat? Hé? Huh? Wat deed ik? Nou, what the fuck? Professioneel gamer. Ja, mooi ja, goed hoor. 2,6 miljoen. Zagen jullie dat, mensen? Ik kon gewoon niks doen, hè. Daar krijg je tips van gamer Matthijs Stout. Nu op Perisic. Kom op, Perisic. Dit is jouw moment. Oh, Perisic, jongen. Vuile lul. Oh. Ah, je keeper vangt hem. Houd de bal vast met zijn keeper. Division Rivals, let's go. Superleuke pot gespeeld. Ik ga nu even kijken waar ik rood voor kreeg.
Oké, ik tackled er wel voor me. Maar ja, het is natuurlijk 2 geel. Ja, ik had hier persoonlijk, ja, denk van, je hoeft hem niet te geven. Maar zoals je zag, Guzebu, ik wil hem graag geven. Dus ja, hij geeft hem. Voetbalcontact. Nou, kijk, nu dat depressieve te zien dat je het niet gehaald hebt en dat je minpunten krijgt. Oh, hier word je toch moe van. Min 34 punten. Oh mijn god. Nou, maar één pack met coins over. Nope. Kan niet, wat is dit sneu. Fuck out. Nee, natuurlijk niet. Ja. Zeven mensen dat er vroeger gewoon 7,5k packs geopend werden. Dat is echt niet van deze tijd. In ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor jullie support. Mijn video's gaan echt super lekker de laatste tijd. Er zit ook wat meer tijd in en editing en zo. Dat is helemaal nice. En jullie vinden dat ook echt leuk volgens mij. Dus bedankt daarvoor voor alle support. De Vision Rivals is echt super leuk. Echt fantastisch. Dat EA dat zelf bedacht heeft om erin te stoppen. Echt leuk. Goed zeg. Doei. Daar krijg je tips van gamer Matthijs Stals. Oh nee, dat kan jij niet zeggen. Nee.